Zo, welkom weer bij een aflevering met Vissen met Pont. Vandaag zijn we eens een keer iets anders aan doen dan alleen maar karpen vissen, wat ik de afgelopen filmpjes heb gedaan. Op een gegeven moment ook saai voor jullie. Vandaag ben ik aan het verticalen. Nogal baars aan het vissen en snoekbaars aan het vissen. Naast me staat mijn hengel. Zoals jullie zien is hier de sluis al. Net al een paar aanbeetjes gehad, maar het wil niet helemaal lukken. Ik ga zo dadelijk proberen verder op te vissen, kijken of daar nog wat zit. Ik hoop dat ik nog een visje kan laten zien. Ik zal zo eventjes laten zien hoe ik vis hier. Ik ben vandaag vissen op baars. Ik zal eens even laten zien hoe ik erop aan het vissen ben. Ik vis hier met gevlochten lijn, waar ik ook normaal met snoep vis. Met eigenlijk een zijlijntje die afgaat van mijn hoofdlijn. Onderaan een stukje, weer hetzelfde stukje lijn dat ik heb eigenlijk als onderlijn. Hetzelfde gevlochten lijn die ik hiervoor gebruik. Aan de onderkant een mooi klein loodje. Een klein haakje waar ik qua worm op kan doen. Ik vis hier of met levende wormen, of met shads, of met nepkreeftjes. Nou, hier heb ik in Zweden heel veel gevangen, heel veel dikke baarzen. Hier in Nederland heb ik nog niet veel kunnen vissen, maar ik hoop dat het. Hier heb ik vorig jaar een dikke bak van een snoek gevangen op Doodland. 1 meter 9 en woog 11 kilo. Net een aanbeetje, een mooie grote baars, maar schoot helaas op. Een plekje. En er eentje, het is wel een echt een kleintje. Ik heb er meerdere net al misgeslagen. Prachtig visje weer. Ik ben gestopt met jiggen. Ik ben maar op een spinnetje overgegaan, want ik zag dat ze heel hard erop jaagden. Ik hoop dat ik hem in één keer los krijg. Hier is die dan. Prachtig visje. Echt blij mee. Eindelijk een baarsje. Er net al een paar gemist. Echt een hele grote gemist. Echt zo. Mooi helder water hier. Zo. Nummer 2 is alweer binnen. En, ik denk dat ik het nest heb gevonden. Tot ziens en hou je broertje maar. En weg is die. Ik heb weer een nieuw speeltje erbij. Dat noemen ze een crazy frog. Het is eigenlijk gewoon een kopper in de vorm van een kikker. Mega blij mee, goede actie zit erop. Ik heb hem nog niet echt goed uitgeprobeerd. Het is hier niet ideaal. Je hebt eigenlijk een plek nodig waar veel waterplanten zijn. En waar je hem lekker doorheen kan smijten. Zoals jullie zien, bovenop zitten de haken. Onderop zit een gewichtje. Dat zorgt er eigenlijk voor dat continu zijn neus omhoog gaat. En die haken nergens in haken behalve de vissers die hem bijt. Want op het moment dat hij hem bijt, deukt dat plastic in, of het rubber.
En dan haakt hij zo in zijn bek. En eigenlijk zit hij altijd goed gehaakt. Perfect stukje kunsthaas. En ik zit eraan te denken om misschien wel een van deze weg te gaan geven voor degene die als eerste reageert. Kijken of we iemand er blij mee kunnen maken. Het is een fijn kunsthaasje. Ik hoop dat ik iemand er blij mee kan maken. Ik hoop dat ik iemand er blij mee kan maken. Crazy Frog. Dit was de eerste stack waar ik was begonnen. Ik had toen geen zin om al te beginnen met filmen. Ik wilde eerst maar gewoon een baars vangen. Hier heb ik dus de eerste ook gemist. Waarvan ik denk dat een vrijwel groot formaat baars was. Ik denk dat jullie deze stack wel vaker gaan zien in mijn filmpjes. Aangezien dit echt een van mijn favoriete nachtvissen de doodaas stekken zijn. En ook voor het nachtvis. Hier liggen s'winters veel de karpers onder en de snoeken liggen hier ook goed opgestapt. De witvis verzamelt hier zich ook. Grote bak gaan slaan. Zo, ik ben weer terug van het vissen. Ik ben weer gestopt. Het werd niks meer na die ene schop baars was het weer klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er komt zeker meer roofvisfilmpjes aan aangezien we de winter weer in gaan. Duimpjes op boven en altijd blijven vissen.